Dit is het vierde filmpje over de Trojaanse Oorlog. En niet geheel verrassend vertel ik hierin ook het vierde verhaal van de Trojaanse Oorlog. Vorige keer hebben we gezien dat Menelaos boodschappers naar alle Griekse koningen stuurt om ze op te halen voor de oorlog tegen Troje. Menelaos wil namelijk wraak nemen op Paris, die zijn vrouw gestolen heeft, wraak nemen op de Trojanen en natuurlijk ook gewoon zijn vrouw terughalen uit Troje. In principe wilden bijna alle Griekse koningen wel vrijwillig mee naar Troje, maar vorig filmpje hebben we gezien dat niet alle Griekse koningen even enthousiast waren. Odysseus bijvoorbeeld, die slimste Griek, die probeerde een plannetje te bedenken om er onderuit te komen onder die hele oorlog, maar dat mislukte. En in dit filmpje gaan we naar een andere Griekse koning kijken, dat is koning Achilles, en ook hij probeerde onder die Trojaanse oorlog uit te komen. Of althans, dat werd voor hem geprobeerd, zoals we gaan zien. Menelaus die had, dat hebben we in het filmpje gezien, Odysseus nodig omdat hij de slimste Griek was. En die had allemaal van die leuke plannetjes altijd waarmee ze misschien wel de Trojanen zouden kunnen verslaan. Maar waarom had Menelaus Achilles nou nodig? Dat heeft een vrij simpele reden. Achilles was niet de slimste Griek, maar hij was wel de sterkste Griek. Achilles is zo'n stereotype bodybuilder, zo'n spierbundel aan de steroïden... En als je ze echt tegen de Trojanen wilde winnen, als je ze in de pan wilde hakken, dan had je Achilles natuurlijk nodig. De moeder van Achilles had helemaal geen zin dat haar zoon mee zou gaan naar de Trojaanse oorlog. Normaal gesproken zou je denken: wat maakt dat uit? Ik bedoel, Achilles is een volwassen man. Hij is de sterkste Griekse, enorme spierbundel. Hij is een koning. Dus waarom zou je je laten beïnvloeden door wat je moeder zegt? Nou, er was hier iets bijzonders aan de hand. De moeder van Achilles was namelijk een godin. En naar een godin moet je meestal wel luisteren. De moeder van Achilles was de zeegodin Thetis. En die naam hebben jullie eerder gehoord. Denken we helemaal terug aan het begin. Daar hadden we de bruiloft van Peluis en Thetis. Dus dat zijn de ouders van Achilles, waar die gouden appel bij gerold werd. Dus Thetis, die zeegodin van het eerste verhaal, is de moeder van Achilles. Aangezien Thetis een godin is, wist ze ook wat er in de toekomst zou gebeuren. En ze wist dus ook dat als Achilles naar Troje zou gaan, dat als hij mee zou vechten in de Trojaanse Oorlog, dat hij weliswaar heel beroemd zou worden, maar dat Achilles dan ook heel jong zou sterven. En dat wilde Thetis per se niet. Ze dus begrijpelijk natuurlijk als moeder dat je je zoon zo lang mogelijk in leven wil houden en zo lang mogelijk veilig wil houden. Thetis bedacht dus een plannetje om ervoor te zorgen dat Achilles niet mee hoefde naar de Trojaanse Oorlog. Thetis wilde niet. Dat de boodschappers van Menelaos haar zoon zouden vinden. Want dan moest Achilles natuurlijk mee naar de Trojaanse oorlog. Dus wat deze? Ze stopte Achilles in een paar jurken, ze liet Achilles jurken dragen en stuurde hem naar het Griekse eiland Skyros, naar het paleis van de plaatselijke koning Lycomedes. En bij het paleis van Lycomedes moest Achilles de hele dag doen alsof hij een dochter van Lycomedes was, met zijn jurk aan. Maar Menelaos had Achilles natuurlijk wel nodig. Achilles, dat hebben we gezien, dat is die enorme spierbundel, die is heel belangrijk als ze Trojanen in de pan wil hakken. Dus Menelaus stuurde allemaal boodschappers om Achilles te vinden. Maar Achilles was te goed verstopt, dus geen enkele van die boodschappers kon Achilles vinden. Menelaus vond het natuurlijk heel jammer, maar hij legde zich daar niet zo snel bij neer. Hij besloot nog één boodschapper te sturen. En dat was natuurlijk de hele slimme Odysseus, die inmiddels ook opgehaald was met tegenzin. En Odysseus moest dan Achilles vinden en hem meesleuren naar de Trojaanse oorlog. Odysseus deed een beetje navraag en al vrij snel kreeg hij het vermoeden dat Odysseus op Skyros was. En dat hij verkleed was als een van de dochters van Lycomedes. Maar er was een probleem, want Lycomedes had een aantal dochters. En hoe kon je weten wie Achilles was? Nou ja, je zou kunnen zeggen neem degene die de enorme spieren heeft, maar goed, misschien zat een beetje verstopt onder een jurk. Dus Odysseus moest met een ander plannetje komen. Wat deed Odysseus? Hij nam heel veel spulletjes mee en hij verkleedde zich als een reizende winkelier, als een soort reizende verkoper. En als die reizende verkoper ging hij naar het eiland Skyros, naar het paleis van koning Lycomedes. Verkleed als die reizende winkelier ging Odysseus dus naar Skyros toe. En daar, bij het paleis van Lycomedes, zette hij zijn kraampje neer. En in dat kraampje legde hij allemaal goederen, allemaal dingen die hij wilde verkopen. En wat waren dat? Het waren allemaal vrouwendingen. Spiegeltjes, kraaltjes, sieraden, make-up, noem maar op. Maar naast al die vrouwendingen legde Odysseus ook een schild, een zwaard en een helm. En dat was een vrij slim plan en dat gaan we nu zien natuurlijk. Want al die, het hele paleis wist nu dat er een nieuwe verkoper was. Dat vonden al die dochters van Lycomedes natuurlijk enorm interessant. Die wilden gaan shoppen. Dus ze renden allemaal naar het kraampje van Odysseus toe. En gingen daar tussen die spie spiegeltjes kijken en die sieraden passen. Maar een van die dochters die deed wat anders, die ging natuurlijk niet naar die sieraden toe, maar die zette de helm op het hoofd en ging met het zwaard zwaaien. En dat kan je natuurlijk ook zien op het schilderij. Een van die dochters heeft dat die helm op en het schild. En toen wist Odysseus, dat is niet een dochter van Lycomedes, dat is een neppe, dit is Achilles. En zo werd Achilles gevonden en mislukte het plan van Thetis. Achilles moest nu dus mee naar de Trojaanse oorlog. Op zich vond Achilles dat helemaal niet erg hoor. Achilles had wel zin in die oorlog. Het was alleen zijn moeder Thetis die daar geen zin in had. Dus Achilles ging vrij opgewekt mee naar de Trojaanse oorlog. Dit is dus het einde van het vierde verhaal. We hebben gezien dat Achilles ook probeerde om niet mee te hoeven naar de Trojaanse oorlog. Nou, of dan zijn moeder probeerde hem niet mee te laten gaan naar de Trojaanse oorlog. En ook dat mislukte. Nu had Menelaus en zijn broer Agamemnon hadden alle belangrijke Griekse koningen opgehaald... Dus in principe alles was klaar. Dus ze konden in het bootje stappen en naar Troje varen om Helena weer terug te halen. Maar dat ging zo simpel nog niet. Eerst moesten ze nog naar Troje komen. En dat gaan we volgend filmpje bespreken. Maar dit is dus het einde van dit filmpje.